Welkom bij een nieuwe video van de Titanic van Hachette, deel 82. Ja, dus right, hoop ik. Ja, vliegtuig. Nee, dat heeft toch niks met de Titanic te maken, denk ik. Maar goed, maakt niet uit. Hup, ja. Ja, hier is een grote doos. De dek is iets groter. Papiertje. Mooie versteviging. Ja, dat is nog groter. Een stukje dek. Zakje. AP. Schroeven. Ja, oké. Doosje kunnen we even opzij. Zo. Ja. Dekken. AP kan ik even uithalen alvast. Ja. Zit er in het zakje. Oh, ik denk dat ik het al weet. Ja, twee van die... stalen pennetjes. Dat zie je dadelijk al even als ik hier. Nou, pakken we ons dek van de vorige keer. Slim, ik heb het wel af. Dus nu zet ik ze er dadelijk meer erop. En dan komt dit. Eentje hier. Kijken hoe is dat? Ja, zo. Nou, valt mee. Ik heb ze op YouTube filmpjes zitten zien klooien met die. Dat wordt dan met. Dus eerst een beetje er los inzetten. Een beetje aan de andere buitenkant. En hier. Nou, hij begint al aardig weer op lengte te komen. Nog één. En dan kan ik hem gelijk vastzetten. Deze buitenkant. Of die ook al had. Ja. Zo. Dan zit dit een beetje los natuurlijk. En dan moeten die stripjes moeten erop. Er zitten hier gleufjes in. En hier een gleufje. En die komt hier dan mooi in. Maar een beetje secondenlijn. Moet een beetje. Zo.
was er ook een beetje. Ja, blijft het een beetje bij elkaar, hè? Nou, dan komen die dekken erin. Zo, daar ben ik weer. Ik kreeg een seintje van mijn camera dat mijn SD-kaart vol was. Dus ik moest hem even wat ruimte maken. Ik weet niet of dit er al op stond, of ik dit vast heb gezet. Houd de dek. Zo. Volgende. Zag nog meer. Nagels heb ik een mesje gebruiken. Nog maar eerst hier tegenaan. Nou, ik geloof niet dat je nog iets ziet van dat dek. Ja, ietsje. Nou. Dat was het. Zo ziet het eruit. Een beetje uitzoomen. Heel uitzoomen. Pas haast niet meer in beeld, hè. Dus dit was deel 82. Ietsje. Ja, dat komt wel goed, denk ik. Ja, gaan we de volgende keer gaan doen. Waarschijnlijk zijn het wandjes voor hier. Komen er raampjes in? Ik weet het niet. Ook de steuntjes, LED-stripje. Nog een dingetje. En ook soffies. Dan zien we de volgende keer. Dan hebben we iets meer werk, denk ik. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.